Kunnen jullie aftellen, want ik haal de muur weg. In 3, 2, 1. En gelukkig nu. Hoppakee. Oh. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Droomkracht. En vandaag zijn wij hier in Dukstad, want we gaan namelijk iets heel leuks doen. Maar voordat ik dat ga uitleggen, gaan we eerst een team maken. En Daan, hallo Daan. Hallo. Hallo. We hebben hier namelijk, ik heb die gemaakt omdat jij het eigenlijk nog niet mag weten. Maar achter die blauwe vakjes, daar zitten allemaal spelers zoals Jason. Hallo Jason. Jason. Maar oké. Jason. Hallo. En Tamiki. Hallo, ja, de microfoon een stuk. Quincy. Ja, en je... Oh, dat is wel mooi. En de tweede... Wow, je bent door de grond gezakt, Quincy. Ja, niveau daalt. Ja. En dan, jij? Hallo. Hallo. Je bent een beetje dezelfde skin. En Pascal. Ja, hallo. En Shelly. Hi. Hallo. Ja. Goed. Daan, het is de bedoeling dat jij 3 vakjes gaat openen. 3 blauwe vakjes. En die mensen, die zitten bij jou in het team. Heb je nog een voorkeur van, die wil ik in mijn team hebben? Of zeg je zoiets van, nou... Ik vind iedereen wel hartstikke leuk. Ja, dat zou ik nu ook zeggen. Maar als de video stopt, jongens, ja, nou... Ja, dan horen we het hoor. Dan zweet, hè? Ja, het is zweet op de toetsenbord. Want je gaat nu 3 vakjes openen. Ik ben benieuwd. En dit is trouwens het Ik Kies spel. Ja, dat is een nieuw spel bij ons. Succes, kies er maar eentje. Nou, je hebt er niet voor te kiezen. Oh jee. Wie is dat? Quincy. Dit is Quincy. Ja! Je zit met Daan in het team. Ja. Maar ik ben een andere team. Nee. Nou, dat hoop je. Want Oké, ach Daan. Kies je volgende. En? Tamika. Oeh, Tamika. Hey, gezellig. Leuk. Moet je staan bij de leuke mensen. Bij de leuke mensen. Om dat te doen. Kom. Jeetje, ben ik met 10 mensen. Goed, en dan... ach Daan. Nee. Shelly. Maar nee. Terug. Oké. We hadden beloofd, ieder één meisje, één vrouw. Ja, één vrouw. Doei. Je mag nog eentje kiezen, hè? Yes, ik ben vrij. Oké. Ik ben benieuwd, wie ga je nu kiezen? Oh, helemaal naar links gaat hij. Wie is het? Daan. Oh, nee, één vrouw, hè? Zei ik, één vrouw. Oké, nou, dan hebben jullie Daan. Met wie zit ik opgescheept? Oh. Jeetje. Nou jongens, dit was de video. Nou, hartstikke leuk jongens. We gaan er wat van maken. Want Jason is goed met develop. Ook al weet ik niet wat dat ermee gaat te maken hebben met de opdracht. Shelly kan goed afwas doen. En ik weet ook niet wat dat ermee te maken heeft. En Pascal, die laat zichzelf uit. Ja, precies. Voor de rest hebben jullie echt 3 gewoon bouwers. Ik kan niet bouwen. Nee, dat zeggen ze allemaal. We krijgen allemaal een kwartiertje de tijd en in dat kwartiertje moeten wij dus iets heel moois bouwen. Maar ja, dat is dus een beetje de tactiek. We gaan allebei in het team gaan we dus apart zitten, zodat jullie niet kunnen horen wat wij gaan doen. Maar ik ga wel stiekem af en toe kijken wat jullie doen. En ik denk dat jullie dat ook wel naar ons doen. Dus laat het feest beginnen. Zo, we zijn begonnen. Het andere team gaat nu ook van start. Maar hebben wij een plan? Want we mogen eigenlijk van alles bouwen wat we willen. Nee, ik denk... heb een idee. Ja, vertel. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik denk dat we iets moeten doen met een huis. Ja, nou dankjewel. Goed idee. Dat is heel goed, ja. Ik dacht misschien een vijvertje voor de deur, zeg maar. Dat is leuk. En dan een soort iets moderner huisje. Dus niet zeg maar een oud huisje, maar dan... Een beetje met steen en zo. Ja, met steen en een beetje misschien met kwarts werken en zo. Dat je ik pak de steen. Een kwarts, een beetje met wit, misschien van die pilaren. Dat we een beetje... En dat we dan vanuit de ingang zeg maar een bruggetje maken over dat water heen. En dat we dat dan leuk aankleden ook, van buiten. Een soort van hier een deurtus of zo. Ja. Een beetje op pilaren en dan gaat dat naar voren of als een soort overdekking of zo. Overkapping. Okay. De tegenstanders zitten te gluren de hele tijd. Echt? Serieus? Ja. Nu al te gluren? Ja, dat moet kunnen. Even kijken. Oh ja, maar ik ga ook even gluren. Ze zijn met iets goud bezig. Ja, ik zie het al. Nee, dat vind ik niet kunnen. Een beetje afkijken. Maar nee, we hebben ons eigen idee. Hè. We zitten ook apart. Oh! Ja, dit ging helemaal goed. Jongens, gaat het goed? Wat was dat? Hun kunnen natuurlijk niet meer wild doen. Nee, dat kunnen ze echt niet. Nee, verschrikkelijk. We hebben maar een kwartiertje de tijd, hè? Ja, deze als pilaren gebruiken. En dan tussendoor dit als kwartsfutje. Ja, dat kan. Ik wil wel blauwe ramen. Ik weet niet waarom.
Dat vind ik gewoon blauw. Mooi. Zou mooi zijn, beetje toch? Beetje blauw, toch? Ja? Jason, wat ben je aan het doen? Oh, dat is leuk. Ik ga de beplanting hier doen. Oh, dat is leuk. Ja, super. Zal ik de inrichting vast al een beetje gaan beginnen? Met gewoon een tafeltje en een stoeltje en een weet ik het allemaal niet. Dan wil ik eigenlijk hier zo een heel leuk tafeltje maken. Even kijken hoor. Wel een beetje krap, maar dat is wel gezellig. Zo. En dan doe ik hem op fences. Zo. Zo. Moet er in het water ook nog iets van decoratie? Ja, dat kan wel. Oké, dan komt hier die toren, denk ik. Of zijn jullie nu die toren aan het doen? Ja, nee, of was jullie het huis aan het doen? Ik weet ja, het niet meer. Ja, we waren het huis aan het doen. Oké, dan doe ik die toren. Ja, ik ben van de natuur. Hè? Maar ja, die toren die hoort bij het huis. Ja, maar er zit een, daar zit dat huis zit eraan vast. Ja, dat waren wij aan het doen. Ja. Dit wordt maar de poort van die toren. Oh, op die fiets. Oké. Wat nou als jij deze, andersom dan, deze iets laat doorlopen, Sally. Wacht even. Welke? Die? Deze kant, ja, en dan die andere kant niet, waardoor je... Oh zeg maar, ja, zodat je een hoekje erin krijgt, ja. Wel een soort televisiehoekje of zo, hè? Gewoon waar je gewoon, weet ik veel, met een trapdoor er aan de zijkant. Dat is een soort, zo, en een button misschien wel. En dan daarbovenop een tv'tje. En hier komt dan een deurtje of zo. Hebben we dat, televisie? Oké, deze vloer gaan we ook eventjes mooi maken zo. En wat voor dak komt erop? Gaan we zo... Oh, dat is leuk, ja, zo'n beginnetje. Wat ik wou doen is dat je er een soort tussenlaag doorheen hebt. En dat je daar dan weer de, zoals bij de onderkant hebt. Het is wel, ja, apart misschien, maar ik, ja, het heeft wel iets. Ja, doe maar, joh. Ja, toch? Ja, doe ja, we doen wel wat, joh. Jongens, er moet een keukentje in, Shelly. Jij had het moeten weten. Keuken erin natuurlijk, ja, hè? Ja. Echt iets van, typisch, hè? Zal ik dan vloer zo'n soort van dit maken? Zo'n patroontje? Echt zo'n typisch keukenpatroontje? Ah, wat wil je nou? Ik ja, vind dat het, je, kijk, dat hout, dat gaat omhoog. Ja, maar gaat dat nu met stairs of gaat dat nu met blokken? Dat gaan we met stairs doen. En dan helemaal. Hier. Zo, nee, kijk. Dan heb je weer... Ja, zie je het nu? Hey, meneer. Top. Doe jij het dak? Moeten we dit een verdieping hoger maken of niet? Dat stukje, dat verhoging doen? Kan wel, vet, ja. Hè? Laten we dat doen. Dat is makkelijker. Ja. Dus dan trekken we dan die boomstammetjes, of die boomstammetjes, die trekken we dat door naar boven dan? Ja. Beetje zo? Ik weet niet of we gaan winnen, jongens. Ik denk dat er gewoon, ik heb het gevoel dat er wel een soort van concurrentie is. Maar we moeten maar gewoon even afwachten en zien wat er gebeurt, toch? Ze bouwen echt iets heel anders. Kijk, dat is wel weer, dat is wel weer leuk natuurlijk, hè, dat je wel twee verschillende dingen krijgt. Ja. Zo. Doen we dan toch nog maar een tweede verdieping erop dan? Met een ster, met een trap? Dat zou het nog kunnen. Zullen we dat dan proberen? Dat is wel leuk, ja. Als er tijd voor is, dan moet je het gewoon doen. Ja, doen we wel. Doe ik wel een vloertje van hout. Dan is dit het laagje. Dat is wel heel cool, hoor. Maar daar kan je er niks op zetten, geloof ik, hè? Dat is een halve slab, volgens mij. Bens. Ja, dan moeten we hem hier opzetten. Maar dat maakt niet uit. Als je dat zo doet, dan kun je een slaapkamer maken met een bed dat wat verhoogd is. Hier zo. Dan gaat dan over de... Oh, dit is leuk zo. Dan ga je hier naar boven, hè? Zo. Wacht, die moet daar. En dan moet ik daar wel de chest even onder. Zo. Een chestje. Hoppakee. Dit is leuk, hè? Ja, dat is zeker leuk. En hoe doe je dat bed dan, zei je? Want ik begreep nog steeds niet eigenlijk. Ja, kijk, wacht. We hebben nu dit, bed. Hè? Ja. En dit is zeg maar de onderste, snap je? En dan gaat daar boven zo'n beetje zo'n ophoging. Ja, dat is leuk, ja. En doen we hier gewoon een crafting table met een klokje erop en zo. Ja. Dus dan wakker worden. En hier kun je altijd nog, weet je wel, dingetjes neerzetten als je die wil neerzetten. Uit een framepje en een klokje. En dan doen we een lever aan de bovenkant, want je hoort een soort van bij de... Weet ik veel waar je bij hoort, gewoon een boekenkastje hebben. Moet zeker niet ontbreken in de slaapkamer. Lekker lezen, hoor. Oh, nee. En als ik zo ook de namen zie, bouwen ze best wel heel erg hoog. Dus ja, ik weet niet wat ze maken. Voor mij zijn ze... Ze bouwen heel hoog. Ja, misschien maken ze een fort of zo. We kunnen er ook een toilet van maken. De gouden wc-pot. Nu lijkt het weer op een soort rustiek toilet. Ja, maar ook geen belichting. Het is gewoon hartstikke donker hier binnen als ik een ziel. Ja, maar dat was het in zijn huis ook. Oh. Naar de vent, joh. Die hebben allemaal van die donkere huiden. Ik ben een beetje buttons aan het plaatsen. Oh, plekjes. Leuk. Kijk, een mooie painting. Moet wel een beetje versieren hier natuurlijk. Leuke televisie. Oh, keukentje is ook heel leuk. Hierboven nog even Avengers. En dan ga ik even kijken boven. Hebben we daar nog wat? Oh, hier is nog een beetje kaal. Hier is mijn bot hier. Als ik iets op plaats zeg maar, dan komt het erboven staan. Oh. Zo. Darth Vader. Oh, die gordijntjes zijn leuk. Ik zou eentje zo weghalen, dat je een beetje uitzicht hebt ook. Even voeten vegen met carpet. Dan doen we een combi met deze of zo. Kijk, klein voetenvegen carpetje als je binnenkomt. Oh, cute. Ja, dat is leuk, hè? Hallo iedereen. Hallo. En hoe is het met het andere team, hè? Het gaat goed. En met jullie ook goed? Ja, goud doen jullie dan. Heb ik iets gemist, jongens?
Nee, je hebt zeker wat gemist, maar dat is niet voor herhaling vatbaar. Kunnen jullie aftellen, want ik haal de muur weg. In 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar. Holy shit. Dat is heel apart zo, hè? Wauw. Ja, okay. Heel anders. Dat is heel anders. Zullen we eerst eens kijken bij Achdaan? Want ik heb nog helemaal niet binnengekeken. Ik ben echt benieuwd. Het ziet er heel tof uit. Wow. Nou, welkom in Villa Achdaan. Oh, oké. Okay. En het is Villa een beetje, als ik het zo zie, een beetje toch middeleeuwse stijl, maar ook Nee, wij hebben het huis van Gargamel nagebouwd. Oh, dat ziet wel vet uit. Ik kom naar binnen. Mister, ik haat smurfen! Gewoon smurf! Oh, dit is mooi hoor, kijk dan. Oh, met Darth Vader. Maar dat is Darth Vader, hè jongens? Dat is niet grote smurf. Of hoe heet die? Gargamel. Ja, maar die vindt hem ook een vuilnisbak op zijn muur hangen, dus dat... Wauw, opslag hier. Oké, okay, het ziet er leuk uit, jongens. Gaaf. Ook nog een wasbak hier. En waar is Israël? Die hoort er ook bij, het katje. Passen. Die is uitgelaten. Oh, die loopt hier buiten in het natuurgebied. Heel mooi, ook de buitenkant. Leuk jongens, heel mooi gedaan leuk, hier. Ja. Met de omgeving, die bloemetjes ook, een fonteintje. Achterkant, kijk ook nog even naar. Ook een paar boompjes geplaatst. Ja, dat ziet er leuk uit hoor. Ik vind hem heel mooi. Het is ook heel anders dan wat wij hebben gedaan. We hebben gekozen voor gewoon een huis modern, zonder gebaseerd op iets. Het is gewoon vanaf het begin opgebouwd, zeg maar. En je kan er lekker slapen, er zit een keukenje in, we hebben een televisietje. En je kan naar boven om natuurlijk even lekker te kunnen logeren. Oh, kijk, ik kan slapen. Nou jongens, ik claim dit bed. Ik claim deze. We hebben ook een jukebox zo te horen. En even kijken, plantjes en achter kan je ook nog zitten. Zoals je ziet, kijk, er is nog een deurtje, die gaat naar achter. Zo, en dan kan je ook nog lekker eventjes op een bankje zitten. Ik denk dat het tijd is voor een feestje. Ja, hij zit hartstikke lekker. Ja, ik heb een splinter. Oh, er wordt een feestje. Oh, god. er wordt een feestje. Een Minecraft feestje zo. Jelly, ik heb een splinter. Wat? De houten banken van jou. Maar jongen, gaan we op het dak zitten, jongens. Is het leuk om de mensen in de comments te laten stemmen wie er heeft gewonnen? Is dat leuk? Ja, is goed. Ja. 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 Dus mensen, kies voor Team Vincent of als je natuurlijk het team van Team Achdaan vindt. Oh, daar is Gargamel. Laat het weten in de comments. Ik vermoord Gargamel wel even. Of Israël, jeetje die namen. Zo, je hoort het niet thuis. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Droomkracht. Doei doeg! Doei. Doei. Doei.